Esther de Jonge. We zijn hier in Oosterwold, gemeente Zeewolde, gemeente Almere. Zeker, en daar is natuurlijk een hele hoop te doen. Kijk, het mooie is, hier in de Flevopolder, je hebt iets wat in de rest van Nederland helemaal niet zo voorhanden is, en dat is ruimte. Eindeloos veel ruimte. Dat is precies ook wat we nodig hebben natuurlijk. Hè. Dus eigenlijk alle grote transities waar we middenin zitten op dit moment, alle grote ontwikkelingen waar we middenin zitten op dit moment, ja, dat vraagt om meer ruimte. En ja, dat is nou juist wat we eigenlijk op heel veel plekken ook niet meer hebben. Dus daarom kijken we natuurlijk met elkaar naar Flevoland. Daar is Flevoland ook ooit om gemaakt. Ja, iedereen wil Flevoland, ja. Hè? Defensie, denk ik woningbouw. In het Zeewoldense deel van Oosterwold zullen er volgens de plannen 15.000 woningen worden gebouwd. Ja. Projectontwikkelaars, hè, die zo'n 30% van de grond in hun bezit hebben, willen daar een stad van 45.000 woningen bouwen met de naam Eén Valleistad. Wat vindt u hier nu van? U heeft nu rondgereden door het gebied. Nou, een paar dingen. Kijk, het eerste is, Flevoland heeft de ruimte. Dat heeft de rest van Nederland niet, maar Flevoland heeft de ruimte. En ik denk dat we die ruimte goed moeten benutten. Want ook al heeft Flevoland heel veel ruimte, is nog geen reden om er kwistig mee om te gaan. Ik denk dat het nog steeds een reden is om heel goed na te denken over wat wil je hier nou allemaal inpassen en hoe doe je dat nou het beste. Wat ik al zei, de woningbouw, de bevolkingsgroei heeft natuurlijk meer ruimte nodig. Maar onze energievoorziening heeft ook meer ruimte nodig. Want we gaan naar een duurzame energievoorziening, die kost nu helemaal meer ruimte. Onze landbouw moet extensiveren, kost ook meer ruimte eigenlijk. Ja, maar u bent van woningbouw. Dus al die ontwikkelingen kosten meer ruimte. Ja. En dat zullen we dus goed moeten inpassen. Dus ik wil nadrukkelijk zeggen, het is niet alleen woningbouw. Je zult al die ruimtelijke ontwikkelingen goed moeten inpassen. Nou, wat kan er volgens mij in Oosterwold? Ik denk dat het gebied hier zo groot is dat er meer kan dan de huidige plannen. Dus de huidige plannen voorzien in 15.000 woningen. Ik denk echt dat het meer kan. Ik hoor ook nog wel eens plannen inderdaad met 45 of zelfs nog meer. Ik denk dat dat dan weer te veel is. Maar ik denk wel dat meer dan 15.000 echt mogelijk is. Maar niet 30, zomaar. 30 of zo? Nou ja, laten we nou eens 15.000. Laten we dan eens een scenario plus 5.000 en plus 10.000. Laten we die twee dingen nou maar eens ontwikkelen naar elkaar. En dan wel gefaseerd. Want stel dat je voor dit gebied naar 20.000 toe zou gaan of naar 25.000 toe zou gaan. Ja, dan betekent dat natuurlijk ook weer iets voor de infrastructuur. Je moet voorkomen dat iedereen zijn halve dag aan de file opmaakt natuurlijk. Hè. Dus dat betekent iets voor de infrastructuur. Je wilt eigenlijk ook dat er veel meer mensen dan ook hier kunnen werken. Hè, dus niet allemaal in de auto naar Amsterdam moeten, want dat is natuurlijk ook niet te doen. Dus je moet juist die pendel willen verminderen, denk ik. En zo zijn er allemaal keuzes die ook weer samenhangen met andere keuzes. Dus ik denk dat het zinvol is om, als je zoveel ruimte te besteden hebt, om na te denken hoe doen we dat het meest efficiënt. En misschien kan er dan inderdaad al wat hogere dichtheden worden gerealiseerd. Want zo ongelooflijk veel ruimte opmaken alleen maar aan woningbouw, dat is ook wel zonde, hè? Pas op, dat is ook wel zonde. Hier mag dan ruimte zat zijn, in de rest van Nederland natuurlijk niet. Dus het tweede is, als je dat dan doet, meer woningen, betekent dat ook dat je moet rekening houden met de infrastructuur en eigenlijk ook met de werkgelegenheid. Dus dat betekent ook dat je veel meer juist hier aan het werk zou moeten kunnen. Is dat niet een grote opgave voor de gemeente Zeewolde? Ik bedoel, zou de gemeente Zeewolde dan niet, zou er dan niet een soort van grenscorrectie moeten plaatsvinden richting Almere? Wat vindt u daarvan? Nou, kijk, daar ben ik niet per se tegen, maar dat moet ook geen doel op zich zijn. Hè? Dus volgens mij moet je dat in alle rust bespreken. Maar eerst moet je met elkaar de ruimtelijke puzzel willen leggen. Van wat wil je nou eigenlijk waar? Hè, want inderdaad, als al mijn collega's in het kabinet lonkend zitten te kijken naar al die ruimte in Almere, ja, dan moet niet ieder voor zich hier het gesprek komen voeren. We moeten in één keer de puzzel leggen, zodat het voor de gemeente Zeewolde ook gewoon echt een logisch geheel is. Dat iedereen die woont in Zeewolde ook denkt, ja, dat is nou een fijne toekomst om naar te streven. Dus dat moeten we eerst doen. En daarna kijken, wat past er dan vervolgens het beste? En moet er dan een deel bijvoorbeeld bij Almere gaan horen op enig moment? Maar dat komt allemaal later wel. En wanneer? Wat is het tijdspad? Nou, ik wil eigenlijk voor de zomer, dat is wel een beetje ambitieus hoor, maar eigenlijk zou ik dat wel het liefst willen proberen, al een flink deel van die puzzel gelegd hebben. Dus daar gaan we nu samen met de provincie en met de gemeente Zeewolde en met de gemeente Almere mee aan de slag. En Defensie, denk ik, want die willen ook voor de zomer een puzzel leggen als het om Flevoland gaat. Zeker, Defensie hoort daar zeker bij. Maar wat dacht u van collega Rob Jetten? Die wil hier waarschijnlijk nog een stroomkabel leggen. Dus iedereen wil hier wat. En het is mijn taak, want dat is ruimtelijke ordening is mijn portefeuille, om te zorgen dat het allemaal een beetje ordelijk gebeurt. Niet iedereen zijn eigen klusje, maar integraal nadenken over hoe komt die toekomst van Zeewolde en de toekomst van Almere er nou het beste uit te zien. En hoe passen we al die ruimtelijke opgaven in Flevoland. En waar ligt dan voor u de prio?
Bij een goede ruimtelijke inpassing. Dus het is echt voor mij is het en de volkshuisvestelijke kant en de infrastructuur en de economische bedrijvigheid en de energievoorziening en de ruimte voor vruchtbare landbouwgrond en de ruimte voor defensie allemaal, maar dan op een logische manier in elkaar gepast. Dus voor de zomer. Ja. En wanneer gaan we de eerste paal de grond in slaan? Nou, er worden hier al behoorlijk wat palen in de grond geslagen. Dus kijk, je moet over Oosterwold ook zo denken, joh, er zijn een paar ontwikkelscenario's. Het zou inderdaad kunnen dat het bij 15.000 blijft. Het zou ook kunnen dat het er 20 moeten worden of 25 moeten worden. Maar je moet in ieder geval nu niet stilvallen en alleen nog maar met plannen maken bezig zijn. Je moet ook gewoon blijven doorbouwen natuurlijk. Ja, en dat gebeurt gelukkig ook. Dus gewoon doorgaan en kijken of je groeiscenario's later in kunt passen. Defensie dus waarschijnlijk niet hier? Nou, dat zeg ik niet. Nee hoor, we gaan de puzzel gewoon met elkaar leggen. En voor de zomer hoop ik die puzzel gelegd te hebben. Dank u voor uw tijd. Nog een fijne dag. Dank je wel.